We zitten hier met Maurice de Hond aan tafel, de bekendste opiniepeiler van Nederland. Welkom Maurice. Wat brengt jou naar de dag van de crypto? Nou, ik ben gevraagd om een onderzoek te doen over het onderwerp. Dat is vorige week via peil.nl uitgevoerd. Ja. Ruim 3000 mensen ondervraagd. Okay. En ik heb vanmorgen de cijfers gepresenteerd. Ja. Uit de cijfers bleek dat 3-4% van de Nederlanders zich met crypto bezighoudt of ook echt belegd heeft daarin. Ja, uit het onderzoek blijkt dat er ongeveer 400.000 mensen, dat is 3%, aangeeft in cryptomunten geïnvesteerd te hebben. En we hebben ook gevraagd hoe groot de portefeuille is. Ja. Nou, de meeste zijn onder de 1000 euro, maar dat is een paar zelfs boven de 100.000. En als je dan de bedragen op gaat tellen, dan kom je ongeveer op een bedrag van 3 miljard euro. Oké, dat is een aardig groot bedrag voor de cryptovaluta. Wat vond u eigenlijk de belangrijkste bevindingen van het onderzoek? Ja, het leuke was dat je dan de rest van de vragen zowel laat zien wat alle Nederlanders ervan vinden. Ja. En wat de mensen ervan vinden die de cryptocurrency bezitten. Zat daar een groot verschil tussen? Ja, dat is wel een behoorlijk groot verschil. Bijvoorbeeld wat ze over cryptocurrency in het algemeen denken. Dan zie je dat de mensen die erin investeren vooral zeggen een investeringsmogelijkheid. Okay. Terwijl mensen die daar niet in investeren ook vaak zeggen oplichterij of alleen maar speculatie. Dat is een duidelijk verschil. En wat ik altijd een grappige uitkomst vond, en dat gebeurde dit keer ook, dat er op de vraag van vindt u dat de overheid investeerders in cryptocurrency zou moeten beschermen, dat de mensen die het niet hebben vooral zeggen ja, dat moet de overheid doen. En de mensen die het wel hebben zeggen nee, de overheid hoeft ons niet te beschermen. Uit de onderzoeken blijkt dus eigenlijk dat degenen die er zich nog niet in verdiept hebben, die vinden het allemaal wel best. En degenen die zich er niet in verdiept hebben, die vinden het allemaal nog eng en willen reageren. Ja, zoals het wel vaker is. En wat je wel vaker ziet met nieuwe ontwikkelingen. Er is een hele interessante theorie al van een heel lang geleden. En die beschrijft nieuwe ontwikkelingen in een aantal fasen. En die vergelijkt het dan met een vliegtuig aan het begin van een startbaan. En die gaat steeds harder rijden. En op een gegeven moment rijdt hij zo hard dat hij uiteindelijk kan opstijgen. En dan gaat het snel. Okay. En dat is de take-off situatie. Heeft u het gevoel dat we daar al zijn? Of bleek uit het onderzoek dat we daar al zijn? Nou, het zou me niet verbazen als nog een tijdje die valuta op de huidige waarde of iets boven deze waarde zit, dat inderdaad gaat gebeuren. Ja. Als je op relatief korte termijn ineens echt een grote knal naar beneden zou krijgen van de prijs, dat het echt halveert of een kwart daarvan is, ja, dan krijg je zo'n fase niet meer. Dan zou het hooguit geleidelijk misschien nog een keer kunnen gaan. Maar ik taxeer als de komende 3 tot 6 maanden de koers wel zich ongeveer handhaaft of nog zelfs iets stijgt, dat er dan nog een veel massalere belangstelling gaat komen dan er nu toch al in de laatste tijd aan het komen is. Dus u denkt dat stabiliteit belangrijk is om nog meer mensen over de streep te trekken? Ja, als het... Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen het is niks en zo. En als het dan ineens... Kijk, het is al een keer van 20.000 al nu naar Bitcoin, althans naar 11.000 nu gegaan. Maar daar blijft het in ieder geval momenteel wel rondschommelen. Dus als er dan nog een keer een klap naar beneden gaat, dan denk ik dat veel mensen heel aarzelend zullen zijn. Maar als het stabiel blijft of weer gaat stijgen, dan denk je dat in die tweede golf het behoorlijk gaat toenemen. En wat verwachtte men zelf? Wat verwachten de respondenten uit het onderzoek qua koers? Nou, degene die ze zelf hebben, die zegt, die ziet wel zo'n een stijging in een jaar van misschien 2 keer. Dus niet meer 100 keer, maar dat is ook onmogelijk. Dat was de mensen die er niet in zitten, daar zegt meer dan de helft verwacht dat het daalt. Heeft u zelf ook Bitcoin? Ja, heel beperkt. Meer om, niet als investeren, maar meer om te kijken wat gaat. Deelt u de mening van de Nederlanders over het algemeen? Nou, kijk, ik heb zoveel vernieuwingen de laatste 20, 30 jaar gezien. En ik heb altijd in het begin zoveel skepsis gezien, ook als ik zelf dingen deed, van anderen. Dat ik eerder, ik weet nog dat ik een zware discussie in 1998 had met iemand die zeker wist dat Amazon failliet zou gaan. Want die had op dat moment nog niks verdiend. Die maakte alleen maar verlies. En ik had berekend, op basis van de omzetcijfers van Amazon, en dan zag je dat eigenlijk de kosten stabiel bleven, maar de omzet deed dit.
Dus je kon al berekenen wanneer ze hier doorheen gingen. Dus ergens in 2001 zouden ze voor het eerst winst maken. Wat uiteindelijk ook ongeveer gebeurd is. En daarna, ja, nou is de eigenaar de rijkste man van de wereld. Dus ik heb te vaak skepsis gezien van mensen die eigenlijk nergens op gebaseerd was. Of alleen maar op ervaring uit het verleden op iets anders. Dat ik me niet schaar achter de groep die per definitie zegt het is niks. Ik denk dat er heel veel kans en potentie zit. Vooral ook omdat het ook voortdurend een beweging is. En dat zie je met die ICO's ook. Dus die nieuwe uitgifte van aandelen. Maar dan in een heel andere markt dan de traditionele. Dat nu er ook mensen die van de buitenkant dat willen doen, dat kunnen krijgen. Ik ben zelf zijdelings betrokken bij een bedrijf in Letland op het gebied van onderwijs. Die online onderwijs geeft op een hele bijzondere manier. En die heeft ook een ICO gedaan. En die heeft in december 30 miljoen opgehaald. Terwijl als ze op de klassieke manier waren gegaan, hadden ze nooit geld gekregen. Nou, ik wil je bedanken voor je tijd. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Hartelijk dank. Daar.